Een tal van Boetelonske clubs maken Mark de Vries vrienden hier de oerstap naar Ljouwert. Hij tekent een tweejarig contract. Al komt de 24-jarige onvolle bij Cambuur net al diep nog spelen in ta, hij werd wel bot we Jerre troch zijn mooie spelers. Vanwege zijn coaching en ook vanwege de Lietse partekers die de Vries met zijn mooie spelers had. Nou, hij brengt wel eens discussies op gang die anderen niet aandurven. Hij zegt waar het op staat. Dat heeft ook met zijn leeftijd te maken natuurlijk en met zijn verleden. Hij kan ook echt wat zeggen. Dat is alleen maar goed. Hij zet de jongens goed neer. Dat is heel belangrijk. Als je wil dat sommige dingen automatisch gaan, moet je als speler moet je situaties herkennen. En eigenlijk, als je dat kan afspreken, een situatie, dan worden dat soort dingen automatismes. En ja, automatismes zijn goed voor een team. Er werd een soort praat over de voetballer Mark de Vries. Zo zou hij net fit genoeg wijzen om het 90 minuten lang vol te houden. En zo zei ze de kennis dat je mij een type de Vries alleen nog maar de lange bal spelen kennen. Mark heeft gewoon vorig jaar daar moeite mee gehad. En, omdat hij niet helemaal fit is, was. Ik zou zeggen, niet helemaal fit was. Van de ene blessure naar de andere blessure ging. Ja, dan kom je moeilijk aan je 90 minuten. En om 90 minuten vol te kunnen spelen moet je een aantal keer achter elkaar moet je 90 minuten spelen. En dan gaat je lichaam daaraan wennen en dan kan je inderdaad 90 minuten spelen. Wat er ook gebeurt, mensen zullen altijd iets over mij zeggen. Kijk, ik ben niet de meest elegante speler. En dat weet ik zelf maar al te goed. Als mensen praten over mijn voetbalkwaliteiten, dan zijn er misschien mensen die niet alles gezien hebben. Of alles weten en... Ja, die baseren iets misschien op een samenvatting van een vrijdagavond van de laatste 10 minuten dat ik erin kom, waarvan 10 seconden worden uitgezonden. Maar ja, ik weet wat ik kan. Mensen om me heen die mij goed kennen, weten wat ik kan. Erin, nou Mark de Vries. En hij komt erin. Wat een invalbeurt voor Mark de Vries. Nog geen minuut in het veld. En hij kopt het wanje in. Vliende seizoen liet Mark de Vries vooral zien in de nijcompetitie een echte targetman te wijzen. Met 2 knappe goals hoort hij Cambuur in de race voor promotie en bezwargert hij de blauw-giele koorts in Ljouwert. Wol belangrijke goals maatje, maar net altijd in een basisplak. Dat kind frustrerend werkje voor een voetballer. De trainer en ik hebben van tevoren ook in het begin van het seizoen hebben we weer gesproken. En mijn rol was duidelijk, of is duidelijk. Ik zou van de bank afkomen en nou ja, nu is mijn rol iets veranderd, omdat ik nu gewoon start. Ja. Voor mij is er niet zo heel veel veranderd. Ja, nu speel ik 90 minuten dan en als Ruud terugkomt, ik weet niet wat de trainer doet. Dat is aan hem. Danny op links doorkomen en ja, ik denk ik blijf weg en dan hou ik ruimte voor iemand om erin te komen. Hij ziet mij en ja, legt hem over die verdediger heen, die nummer 15, die komt er binnen. Dus ik tik hem langzaam, dus dan kan hij niet meer gelijk terug. Dan ben ik vrij. Ja, en dan wordt hij nog aangeraakt volgens mij, de keeper zit er ook nog aan. Maar ja, ik tel hem wel. We spreken van echte Mark de Vries goal. Nou ja, echte Mark de Vries goal, ja, wel in de 16 meter was het, dus, ja, dan is het echt een echte Mark de Vries goal.